Hey, mijn mede geldverdienmachines. Het is Peter Cepet, rechtstreeks naar het halen. En natuurlijk ga ik jullie weer iets moois laten zien. Laat ik eerst eens over mezelf vertellen. Ik kom van uit de bodem. Ik kwam 3 jaar terug geleden aan bij de daklozenopvang. En sindsdien ben ik echt heel hard aan het strijden, zowel online als offline, om vooruit te komen in het leven. En ja, ik heb veel fouten gemaakt online. Veel verkeerde leiders gevolgd. Veel verkeerde projecten gedaan. In onwetendheid, ja, ontwetendheid. Ik wist het niet. Ik dacht dat het goed zat. Andere mensen zeiden mij, het zit wel goed. Ja, ik heb heel veel moeten leren online. Dat is de waarheid over mij. Ik heb dus, ja, ik vind traditionele MLM, dat faalt. Als je denkt, bedrijven stoppen ermee. Bedrijven betalen niet meer uit. Je moet maanden wachten op betalingen. We zijn allemaal genoeg beschadigd. Vernederd door bedrijven die niet eerlijk zijn. Voor mij en mijn team heb ik besloten om met gedecentraliseerde projecten te werken of met geld en eigen beheer. De cryptoruimte is een plek om snel te verdwalen. Hey, maar jullie hebben mij als astronaut. Laat ik ze even meenemen door Troncase. Het is het volgende generatie community programma. Waarom? Nou, het is heel simpel. Weet je wat ik doe, jongens? Ik pak er even snel. Ik heb er even een Nederlandse zoom bij gepakt, want die heb ik ook gemaakt. Troncase, het investeringsprogramma voor de volgende generatie. We gaan naar de volgende slide. Laat ik even een slideshow doen. Dia-voorstelling vanaf huidige dia. Ik ga jullie natuurlijk ook een audit laten zien. Dat toon ik 2 keer per dag. Dit is gewoon even een vlug filmpje om het uit te leggen. Troncase platform is ontwikkeld door blockchain softwareontwikkelingsteam door gebruik te maken van de Tron blockchain en met smart contracten. Het biedt u de mogelijkheid om te investeren op een volledig gedecentraliseerde manier. Het technische team van Troncase is zich bewust van de mogelijke fouten en situaties in traditionele MLM-bedrijven. Een gecentraliseerde structuur is altijd onzeker. Geld dreigt te worden gestolen, van handen van andere mensen te blijven. Met een gebrek aan transparantie, beheerbeslissingen en het risico van vertraagde uitbetalingen of het verdwijnen van het bedrijf. Zijn Troncase-codes veilig? Ja, ga ik u tonen zometeen. Neem jullie mee door 2 auditreports. Maar eerst ga ik het programma even uitleggen. Oh, hier moet ik zijn. Natuurlijk. Ja. We zijn volledig gedecentraliseerd. Wat houdt het in? We hebben geen eigenaar, geen admin. Niemand kan de betalingen stoppen. Daarover thuis, we hebben directe transacties. Als je witrot, staat het geld binnen 5 seconden op uw eigen wallet. Schrijft u iemand in, bouwt u een team, dus komt het inkomen direct in uw wallet terecht. Marketingplan. We hebben een gigantisch marketingplan. Natuurlijk, ze hebben PTC Pet als een officiële host en promotor. En dat niet alleen. Er komt een exchange uit, waar mensen hun coins kunnen wisselen. Dus en dan gaat een gedeelte van de inkomsten gaat terug, Troncase smart contract in. En er komt een game. Die zijn we aan het testen. Een online game. Ook met natuurlijk affiliatie. En er gaat ook inkomen van direct in het smart contract bedoel ik. Transparant. We zijn zo transparant als maar kan zijn. Elke betaling die we doen staat online. Elke betaling die gedaan wordt aan ons staat online. Het is de Tron blockchain. Er zijn geen geheimen. Zelfs onze code staat openbaar. En over de code. Wij zijn onveranderbaar. Troncase kan niet worden beïnvloed door eventuele veranderingen vanaf het moment dat het is gemaakt. Eenmaal bepaald is het als een wet die op geen enkele manier kan worden gewijzigd. Dus geen Nederlandse wetten, die blijven ze maar wijzigen. Dit biedt ook een hoge veiligheid. Smart contracten kunnen niet gehackt worden. Ze kunnen niet zomaar gedraind worden. Ze kunnen niet zomaar besluiten niet meer uit te betalen. Ligt eraan, kijk wel goed welk smart contract je mee werkt. Ik ben een mentor, ik leer mensen hoe ze het moeten doen. Dit zijn onze doelen. En ik moet zeggen, we zijn vannacht weer met 600 man gegroeid. Dus we gaan naar gigantisch. We hebben nu totaal onze doelen zijn 2 miljoen geïnvesteerd TRX. En natuurlijk, het kan heel snel gaan. En ook 250.000 actieve contributies. Er staat deelnemers, maar we bedoelen contributies. Hoe werkt het? De minimale storting is 100 TRX. Een maand geleden was dat nog 2,5 euro. En nu zit je ondertussen al op 5,5 euro. Ook moet je rekening houden met 60 TRX transactiekosten. En denk aan bijvoorbeeld een Ethereum smart contract. Daar betaal je $25 transactiekosten. Nou, hier betaal je $6 transactiekosten. $5, $3, weet ik niet.
Maximale storting is 4 miljoen TRX. Op het moment is dat, even denken, geloof ik, $247.000. En totaal inkomen is 300%. Hoe is dat gerekend? 100% inkomen, 200% winst. Je krijgt elke 4 seconden betaald. Dat ga ik jullie ook zo meteen laten zien. Het minimum wat je krijgt is 1%. Zoals je kan zien, het basisrentetarief. Er zijn meerdere manieren om dat te verhogen, waarmee ik dat u nu ga aantonen. De persoonlijke holdbonus. Elke 24 uur dat u geen geld opneemt, krijgt u 0,1 erbij. Dit stapelt 5 keer op. Dus 6 dagen niet withdrawen houdt in dat u 1,5 krijgt. Het contract totale balansbonus. Een 0,2 per dag extra voor elke 80 miljoen in het reservefonds van Troncase. Ik zal jullie ook laten tonen hoe je dat kan zien. En natuurlijk, deze stapelt ook 5 keer op. Community bonus. Er staat actieve gebruikers, maar het is contributies. 0,1 extra rendement voor elke 50.000 contributies op het platform. Stapelt ook 0,5 op. Deze gaan we binnenkort openen trouwens. De leidersbonus. En deze geldt voor de hele community. 0,1 extra rendement elke keer dat het platform 20 miljoen TRX uitgeeft. Ook maximaal 5 keer extra. Wat houdt dat in? Als al deze bonussen open zouden zijn, dan krijgen we 3,5% per dag. En natuurlijk, wij gaan niet bonussen opengooien vanaf het begin, want dat kunnen we niet betalen als er geen geld is. We groeien langzaam, we groeien met jullie mee. We bouwen een ecosysteem. Jullie helpen ons groeien. Wij helpen jullie groeien. Zo helpen we elkaar een beetje in de wereld. Is geen leuk vinden, hè? Ik ben dus de officiële host van Troncase. Het gezicht. Ik ben niet de admin of zo, maar ik ben een van de, hoe noem je dat, massive promoters. Master distributors. Meester promoters, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Het partnerprogramma is ontworpen om duurzaam te zijn, zelfs met een zeer grote hoeveelheid leden. Verwijzingscommissies worden direct in uw portemonnee uitbetaald. Schrijft u iemand in, u hoeft niet te withdrawen. U ziet het meteen in uw wallet, dat laat ik ook zo meteen zien. U krijgt direct geld in uw portemonnee. Dit zijn 11 levels die. Het is een unilevel. Het gaat direct open. Schrijft u iemand in en diegene schrijft iemand in, krijgt u direct commissie in de wallet. Wat dit ook een verschil is onze commissie komt nooit in het contract. Voordat het in het contract komt, valt het er al uit. Dus dan hebben wij een gezonde groei op ons contract. Oké, ik denk dat dit wel begrijpelijk is. We gaan door naar de volgende. Oké, en natuurlijk, hè, jullie zijn Nederlandstalig of Hollanders, Belgen. Iedereen vindt het leuk om zijn geld te besparen. Dit is het enige bedrijf dat ik tegenkom dat je vanaf het begin af aan een investeringsstrategie geeft om risicovrij te worden. Stel je voor, jij komt met 10.000 TRX. Dat is op het moment, wat is het? 500 euro. Je komt met 500 euro en je zet het erin. Je kan een wekker zetten. 68 dagen later heb jij 100% verdiend. Jij kan kiezen. Ik haal me 100% eruit en zeg, ik ben risicovrij. Ik ga lekker verder met het geld van het bedrijf. Of je zegt, ik stop mijn 100% er terug in. Dan kost het je nog 101 dagen om jouw originele 30.000 TRX te krijgen. Wat krijg je dan? Dan heb je nog 2 investeringen die al aan het draaien zijn. Dus eigenlijk ben je aan het compounden. Begrijpt iedereen wel? En zo niet, kun je me altijd een berichtje sturen. Ik leg het graag uit. Het is mijn levensdoel. Oké, jongens, dit is ons kleine chatbot. En dit is een leuk vriendje. In een systeem waar alles geautomatiseerd is, vinden we dat ook ons support team ook op de automatische piloot moet staan. En we hebben de chatbot ontwikkeld. Dit kleine vriendje staat altijd te vrijen en kan duizenden vragen van duizenden mensen tegelijk beantwoorden. Natuurlijk hebben we ook nog admin at troncase.com staat hier, maar het moet volgens mij troncase.io zijn, staat de website. En natuurlijk ben ik altijd om vragen te beantwoorden. Ook geef ik 2 internationale presentaties per dag en doe ik soms nog wat nationale. Dus hoe werkt het, jongens? Laat mij het even uitleggen. Zoals je kan zien, we hebben nu 7700 mensen. En dat is fantastisch, want we zijn nu 7 weken oud. We hebben bijna 30 miljoen TRX in het contract zitten. En hier vind je een audit report. Een audit report is een bedrijf, is een third party company, dat we hebben onderzocht of er een exit scam in de code zit. Of de code veilig is, of de eigenaar wel eerlijk is geweest. Het praat over overflows, short errors attacks, delicate calls, over allemaal dingen die ik nooit een woord van wist tot ik dit las. Maar ik wil altijd wat nieuwe dingen lezen. Ik neem jullie even mee naar de summary. Er zijn geen kritieke
zwakheden in het contract en ook geen medium zwakheden. Het toont je de goede dingen. En natuurlijk de summary, de samenvatting. De code is wel en het performance wel. Er is geen backdoor to run funds from the smart contract. Hier is een andere audit. En als jullie hier ook kijken op check contract. Het is een beetje veel, maar ik leer jullie meteen hoe het moet. Het is een beetje veel. Je moet altijd zorgen dat een project... Kijk, hier zie je de totaalbalans. Als dit 80 miljoen is, krijgen we 0,2 extra. Onze code is verified met een perfect match. Dat houdt in, hij kan niet gewijzigd worden. We hebben audits gedaan en hier zit onze code. Wat ook een belangrijk punt is, stel je voor de website gaat offline, jongens. We hebben 4 websites. 2 zijn er bekend, 2 mag iedereen weten. En als die aangevallen worden en die gaan offline, komen deze 2 offline. Dan komen deze 2 online. En is alles offline? Ken je nog steeds bij je geld? Kijk, je kan withdrawen en investen via het contract. Hoef je niet de website voor te hebben. Laat me jullie zien hoe je dat gaat doen, jongens. Hoe werkt het? Je hebt TRX nodig. Dat kun je kopen op Bitfavo. Bitfavo is mijn beste dingetje. Het is niet van mij, maar Bitfavo is mijn beste programma. Waarom? Ik ben een Nederlander en ik kan alles kopen wat ik wil op Bitfavo. Ik moet even snel een code doen. 931540. Oh, ik keek verkeerd. 544419. Hoppa. En zoals jullie kunnen zien, ik hou van Tron. Ik hou van TRX. Ik hou van crypto. Maar we gaan even terug naar TRX. Dus daar kun je dus TRX kopen. Je hebt de Clever Wallet of de TronLink Pro Wallet nodig. De app. Of je de laptop bent, heb je de TronLink extensie nodig. Ook met greenscreen. En stuur je geld naar de app. Daar, via de app moet je de browser... via je TronLink Pro of je Clever Wallet moet je naar de DAP browser. En zorg dan dat je link van je upline gelijk is met de link van jou. Als je op de telefoon bent, heb je hier 3 streepjes. Druk op de 3 streepjes en dan opent het menu. Dan klik je op Contribution. Dan zie je hier dan dat we kunnen contributen. Dan moet je natuurlijk het bedrag invullen dat je zelf wil. En dan op deposit drukken. Als je op deposit drukt, dan krijg je een transactie. Die moet je goedkeuren. Ik heb momenteel even geen balans in mijn wallet, zie ik. Zoals je hier ziet, TLX, dat is geld dat binnenkomt. Dat zijn inschrijvingen in de TronCase Smart Contract. Nadat je gestort hebt, dan staat er succesvol invest. Klik je nog een keer op de 3 streepjes en dan gaan we naar Personal Wallet. Dan zie je dat ik nu momenteel 1,1 krijg, een basic rewards van 1% en een hold bonus van 0,1. En op het moment kan ik 1450 TRX withdrawen. Laten we even kijken voor de gein, jongens. Dat is CoinGecko. CoinGecko, 1450 TRX. Dus is $86. En ik heb er dus momenteel in zitten 73.900, dus 74.000 TRX. En dat is ongeveer $4400. Daar krijg ik dus een dagelijks percentage over. En zoals je kunt zien, heb ik ook wel best een actief team gebouwd. Dank jullie wel, iedereen. Dit referral inkomen komt direct in de wallet terecht. En dit kan je gewoon withdrawen en staat binnen 5 seconden in je wallet. Dat is een beetje hoe het werkt, jongens. Mocht jullie vragen hebben, ik geef meerdere internationale sommen per dag. En ik sta altijd klaar om mensen te helpen. Ik denk dat ik nog even aan vastplak. Ik heb dus nu een wallet op Bitfavo. Laat ik eens even hier zo doen. En dan mijn adres kopiëren. Ga ik naar Bitfavo. Ga ik naar Tron. Ga ik naar opnemen. 100 TRX. Opnemen. Geen opnamekosten. Natuurlijk, want daar houden we niet van. Oh. 100 TRX. Geen opnamekosten. €4,91. 924999. Voilà. En nu heb ik dus 100 TRX in mijn wallet van Bitfavo. Ik zal een link geven van Bitfavo. Ik zal een link geven van TronCase. En ik zal jullie weer helemaal spammen in elke groep natuurlijk. Vergeet niet te liken en te subscriben. En we gaan to the moon, hè? To the moon, met mij. To the moon. Groetjes, Patrick. En dankjewel voor het kijken.
To the moon. Of zit hij daar? Ik weet het niet. To the moon.